Hoi, wat leuk dat je op het punt staat om kaarten te bestellen bij de Leidse Schouwburg en de Stadsgehoorzaal. In deze tijden is alles net even anders, omdat we iedereen veilig willen laten genieten van voorstellingen en concerten. Er zijn een paar dingen waar je tijdens het kopen van je kaarten rekening mee moet houden. In deze video loop ik met je het bestelproces door. Klik bij de voorstelling die je graag wil zien op bestellen. Dit kan op onze site of in de online brochure. Stap 1. Kies het aantal kaarten dat je wilt hebben. Let op, met een tweepersoonskaart reserveer je dus twee plekken naast elkaar. Met twee tweepersoonskaarten reserveer je voor vier personen. Daarom is deze prijs dus ook het dubbele. Koop je een tweepersoonskaart of een driepersoonskaart, dan zit je altijd naast elkaar zonder anderhalve meter ertussen. Wil je niet naast elkaar zitten, koop dan losse kaarten. Zijn er geen eenpersoonskaarten meer? Neem contact op met onze kaartverkoop en we kijken of er nog mogelijkheden zijn. Ook voor het bestellen van rolstoelplaatsen of voor groepen, neem alsjeblieft contact op met onze kaartverkoop. Bij tweede rangs plaatsen op het balkon heb je kans op minder goed zicht. Daarom zijn deze kaarten ook voordeliger. Bij een combinatie van verschillende kaartsoorten zit je hoogstwaarschijnlijk niet bij elkaar. Stap 2. Plattegrond. Deze stap wordt overgeslagen omdat alle plekken ongeplaceerd zijn, zolang we rekening moeten houden met de coronaregels en de anderhalve meter. Stap 3. Inloggen. Log in met je account of maak een nieuw account. Heb je nog een openstaand digitaal tegoed of ben je bondgenoot of vaandeldrager? Zorg dan dat je inlogt met het account waarop je dit tegoed of je bondgenootschap hebt staan. Heb je nog nooit eerder ingelogd, maar heb je wel al eerder een bestelling gedaan? Klik dan op wachtwoord vergeten om jouw wachtwoord te ontvangen. Stap 4. Tarieven. Hier zit je verschillende kaartsoorten of actieprijzen. Heeft u een kind dat meegaat naar klassiek concert? Kies dan voor kind plus normaal. Klik op plaats in uw winkelwagen. Stap 5. Winkelwagen. Scroll naar beneden en accepteer de algemene voorwaarden. Pas als je dit gedaan hebt, kun je verder naar de stap betalen. Wil je ook nog kaarten van een andere voorstelling? Klik dan op verder winkelen. Stap 6. Betaling. Kies in deze stap je betaalwijze. Als je nog een digitaal tegoed hebt openstaan, dan staat er onderaan de vraag: wilt u uw digitaal tegoed gebruiken? Selecteer hier ja. Mocht het digitaal tegoed niet voldoende zijn, kun je het resterende bedrag alsnog afrekenen met iDeal. Bij elke betaling wordt 2,50 administratiekosten gerekend, tenzij je bondgenoot of vaandeldrager bent. De administratiekosten gaan over de hele bestelling, hoeveel kaarten je ook bestelt, dus niet per kaart. Je kunt je betaling nu verder afronden. Je kunt je kaarten terugvinden in je Mijn Theater-account. Mocht je je kaarten dus kwijt zijn of niet kunnen vinden, kun je ze hier altijd opnieuw downloaden. Hier zie je ook je openstaande digitaal tegoed. Het is dit jaar anders dan anders, maar we hopen dat je er zo uitkomt en danken je voor je aandacht en je flexibiliteit. We zijn van vragen altijd bereikbaar via kaartverkoop@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl of enkele keren per week telefonisch via 071 516 3881. Bedankt voor het kijken. Succes!